commentaar wat ik het meest krijg op mijn radioprogramma. Ik krijg heel vaak mails of dat mensen tegen me zeggen, ja, ik wist helemaal niet van het bestaan af. Ik kende deze soort muziek niet. Ik kwam toevallig, ik was aan het zappen op de radio of iemand zei, luister daarnaar. Weet je, ik kwam het gewoon toevallig tegen. Ik hoorde het en ik dacht, dit is de muziek waar ik al jaren van droom. En het bestaat. Dus die muziek, ja, het eigenlijk is het een hele natuurlijke, ik zeg altijd, het is de soundtrack van onze huidige wereld. Wat zou je zijn geworden als je geen DJ was geworden? Misschien een politicus, ik weet het. We hebben er wel eens over gedacht bij staan. Ja. Wat zou je zo trekken om politicus te worden? Nou, dat ik vind dat we een betere wereld moeten creëren met z'n allen. Laten we eens even teruggaan naar dat DJ'ing. Wat wil jij als artiest, als DJ met jouw muziek aan het publiek meegeven? Ja, het is eigenlijk heel egoïstisch. Ik ken die muziek. Ik denk, dit is fantastisch, jongens. Dit moeten jullie allemaal horen. Dit is zo geweldig. Kan je zo lekker op dansen. Dit is zo leuk. En toch kan je het nergens krijgen. En ik merk iedere keer als mensen het horen, worden ze er helemaal blij van. Nou, denk ik, dat moet groeien. Ik weet van heel veel mensen, in ieder geval van mijn eigen generatie, dat ze heel erg uitgekeken zijn op de muziek op het moment. Ook op uitgaansleven, om te dansen. Want het is allemaal zo. Ja, overal krijg je eigenlijk min of meer hetzelfde. Ja. Waar je ook ter wereld bent, of je in Teheran bent of in Toronto. Je hoort dezelfde housebeats op een feest. Het is allemaal laat. Het begint allemaal pas na 12 uur. Tot voor kort zat je in een super doorrookte ruimte. Het is allemaal heel hard. Lichten staan heel ongezellig. Het draait heel erg om hoe je eruit ziet. Of je nou cool genoeg bent of niet. En welke drugs iemand op heeft. En dan moet je veel zuipen voordat je gaat dansen. Of je gaat proberen te chansen. Weet je, het is zo'n onnatuurlijk iets geworden. Terwijl voor mij uitgaan. Ja, ik hou van dansen. Ik wil gewoon lekker dansen. Ik hoef al die poespas door me heen niet. Ik hoef ook niet na 12 uur. Niet per se. Weet je, waarom moet je... In Iran heb ik de geweldigste houseparties meegemaakt om 12 uur 's middags. Ja, Je gaat gewoon bij iemand lunchen, er ligt kebab op tafel. En je staat gewoon de hele middag te dansen met z'n allen, met kinderen, volwassenen. En... Dus ja, ik wil eigenlijk gewoon een bepaalde manier van feesten. Namelijk heel losjes, heel erg relaxed, heel erg op dat fijne gevoel wat je krijgt. Die fijne trance die je kan voelen als je lekker op goede muziek aan het dansen bent. Die kan jezelf laten gaan. Ja, dat is iets wat ik graag wil delen. Ja. Ik zie mezelf dan echt als een gastvrouw. Ik probeer de ideale omstandigheden te creëren om een leuk feestje te hebben. Ik hou trouwens ook heel erg van feestjes geven, hoor. Ook thuis met vrienden, lekker eten en echt gewoon echt genieten. En dan doe ik dat door middel van muziek ook. Of door gewoon door een avond, door een intentie uit te zetten. Nou, vanavond is het feest en ik kan dat bieden. En de anderen kunnen daar gebruik van maken en dat samen met mij vieren. En dan ben ik nog dagenlang helemaal high, happy, gelukkig. Van jeetje, wat een gezellig feestje was dat. Hele positieve bijdrage aan de wereld leveren. Ik zeg wel eens, ik heb mijn portie drama wel gehad. En je hoeft maar om je heen te kijken om heel veel ellende in de wereld te zien. Maar we vergeten wel eens de mooie dingen. Ja. De liefde, de overvloed. Weet je, je kijkt om je heen en eigenlijk zie je niks anders dan dat ook. Ja. Het hangt er heel erg vanaf welke bril je opzet. Ja, hoe je kijkt. Ja. En je denkt, je helpt mensen er veel meer mee als je vanuit een positief gevoel, vanuit die liefdesgevoel, met mensen iets deelt en constructief probeert te zijn. Ja. En niet continu alleen maar dat negatieve onder ogen brengen. Ja. Hè? Kijk, ik geloof dat als er armoede is in de wereld en ik leef zelf in een rijk land, ik heb alles wat ik wil. Dat is in feite ook zo. Maar morgen kan het precies omgedraaid zijn. Ja. Het geschiedenis bewijst het. Ja. Dus daar kan je niet op bouwen. Zo van, ik zit hier wel lekker veilig, laat de rest maar, weet je wel. Dus ik ben heel erg door mijn reiservaring ook gaan inzien en echt voelen in mijn lijf. Van, zolang er, ook al heb ik het goed, zolang er één arm iemand op de aarde rondloopt, ben ik ook arm. Ja. Want die ander zijn armoede of pijn of moeilijkheid is ook van mij. Ja.
jij had het net zo goed kunnen zijn. Ja. In zijn plaats. Ja, ja, maar absoluut. Dat is hoe meer je die eenheid begint te doorzien in het leven. En dan kan je ook niet meer gaan sluiten. Zo van je kop in het zand steken. Ik ben nu veel meer op een punt dat ik denk, oké, wat kan ik wel doen? Ook al kan het iets heel kleins zijn. Ook al help ik één persoon. Ja. Maar wat kan ik wel doen? Ja, en niet meer vanuit, het is al groot. Ik kan helemaal niks tegen doen. Ja. Dus, positieve kracht. Dat probeer ik ook echt aan mensen door te geven. Bewust te maken van kom op, weet je. Ja, je hebt een enorme passie voor Soefi-dans. En gebruikt daarvan een eigen tijdse vrije vorm, die je als danseres ook bij optredens gebruikt. Wat is de kern volgens jou van Soefi-dans? Dat is de innerlijke ervaring. Dus het gaat helemaal niet om wat voor stapjes je zet. Het gaat niet over al die uiterlijke dingen. Het gaat puur en alleen om, kan ik op dit moment zelf die verbinding leggen? Kijk, die dans is zo gemaakt of zo opgezet dat het je gemakkelijker maakt om in die trance te raken. Dat gevoel, ja, dat is gewoon, ik beschrijf het als een andere staat van bewustzijn. Waarin je die eenheid echt heel goed ervaart. Ja. Doordat je zelf de muziek wordt. Kijk, als je ook lekker aan het dansen, uit je dak gaan. Dat is het moment dat je het gevoel hebt dat jij de muziek bent. De muziek danst jou. Ja. Nou, dat is met Soefi dan, dat is die staat van bewustzijn waar ik het over heb. Maar niet alleen dat, het verdiept ook, hoe vaker je dat soort momenten in je leven hebt, verdiept het jouw besef van die eenheid, wat ik je net ook zei. Dus dat als iemand anders leidt, leid ik eigenlijk ook. Dus ik heb wel degelijk een verantwoordelijkheid naar anderen toe. En het verdiept ook het gevoel van liefde, wat je dan voelt. Dus je gaat veel meer, soefisme wordt ook wel eens het pad van het hart genoemd. Ja. En dat wordt echt een verkenningsveld in je leven. Want vooral in het moderne leven, zowel in Oost als West, zijn we heel erg vergeten wat ons hart inhoudt. Wat het is om uit hart energie, wat hartenergie is, wat liefde is. En het is dus een bewuste keuze, waar kies ik voor? Ja. Welke energie wil ik voeden? Nou, voor mij is dat heel duidelijk, voor de liefde voeden. De positieve. Ja. Wat zijn voor jou als DJ nog onderzoeksgebieden om, dit streven duidelijker te krijgen en je DJ'ing nog interessanter te maken voor je publiek? Veel meer interactie met het publiek ook. Mensen ook dingen veel makkelijker stap voor stap meenemen in een ontspanningsding. Dus bijvoorbeeld door van tevoren een bepaalde meditatie of yoga of wat dan ook te doen. Ik zou daar veel meer naartoe willen om gewoon echt een ceremoniële... Maar heeft het dan ook dat je daarbij op zoek bent of gaat naar een totaalbeleving, als ik het zo kan vertalen? Ja, totaalbeleving. Ja, ja. Iets diepgaander dan dat vrijblijvende van ik ga naar een club en ik ga dansen. Want DJ Ishtar draait en die draait leuk. Mm-hmm. Helemaal prima, dat blijf ik natuurlijk doen. Ja. Maar ik wil ook graag een iets diepgaandere vorm. En het is niet alleen iets wat bij mij leeft. Ik word nu van heel veel collega's, ook mensen uit andere kunstdisciplines, leeft het heel erg van hoe kunnen we gezamenlijk iets neerzetten wat echt een, wat je echt in verbinding met elkaar doet. Ja. Zou er niet op dit moment een grote ontwikkeling gaande zijn binnen de kunst voor een streven aan een diepere bewustwording van het mens zijn? Absoluut. Om dat duidelijk te maken dat dat eigenlijk een grote stroom is binnen al die stromen die we gehad hebben uit de geschiedenis, waar we eigenlijk nu in zitten, zonder dat te beseffen. Ik herken het heel erg. Ik zit overal om me heen. Heel veel house- en techno-parties hebben tegenwoordig het woord liefde of love. Ja. In de titel. Dus het is wel heel erg gaande. Kijk maar naar hoeveel spirituele bladen, glossy magazines, spiritueel en groen de laatste tijd verwijst op de naar. Markt zijn gekomen. En heel veel, ik hoorde laatst dat het Parool, de dagkrant van Amsterdam, gaat een vast rubriek over spiritualiteit instellen vanaf januari. Wat hoop je in de toekomst nog te bereiken? Heb je nog diepe wensen bij je? Bijvoorbeeld, god, dit zou ik altijd maar willen doen of dat. Of... Ja, ik wil eigenlijk gewoon een tropisch Nederland. Dat zou ik helemaal geweldig vinden. Nou, ik hoop toch van harte dat je dat, dat je dat zult vinden. Of op zijn minst ervaren. Mijn hele hartelijke dank voor je openheid en het erg interessante gesprek. Nee, ik wens je heel veel succes voor de toekomst. Dank je wel, Shari. Dank je.